Nou, we zijn vandaag in Schijndel, in Noord-Brabant, bij VDA-kring op Schijndel. Daar zijn wij te gast als commissie werkhonden. Het NK werkhonden is eigenlijk een kampioenschap over drie onderdelen. Er is afdeling A, dat is speuren. Dat gebeurt buiten de kringroepterrein op Veilde. Speuren wil zeggen dat de hond een spoor moet volgen wat gelegd is een uur voor die tijd. De hond wordt aangezet bij een piket. Hij moet dan de lucht opnemen en moet op dat spoor drie voorwerpen vinden en aanwijzen. Dat gebeurt hier op de locatie in appeloefeningen, gehoorzaamheidsoefeningen. Er zijn er ongeveer 10 die de honden moeten doen. En daarna is het pakwerk, het spectaculaire manwerk. En al die punten bij elkaar opgeteld geven uiteindelijk de kampioen van het weekend. Die pakwerker die speelt dan als het ware een boef. Die zat in een van de verstekken die hier op het veld zien staan. Er staan 6 verstekken. En dan moet hij de pakwerker opzoeken en dan moet hij dus aangeven aan de geleider dat de pakwerker daar staat. Ja, appel is een wat eigenlijk hetzelfde is wat vroeger natuurlijk in het leger moesten mensen op appel komen en dan moesten ze luisteren naar de luitenant of wat dan ook. En hier is het dan, de hond moet luisteren naar de geleider en dan moet hij allerlei oefeningen doen, een zit, af en sta. Ja, het mooie aan de sport, er zijn natuurlijk drie onderdelen. Hè. Vandaag keur ik dan het manwerk, maar nu zijn ze bezig met afdeling B, het appel. Dat is eigenlijk het samenspel tussen baas en hond. Hè. En dat je al feitelijk iedere dag met je hond bezig bent om kleine stukjes te trainen. Soms komen er geleiders en met honden die een harmonisch beeld laten zien. En dat is een soort kippenvelmoment. Dan zijn ze met z'n tweeën op het veld en dan ja, maken ze elkaar sterker en sterker. En mooier en mooier. En dat zijn hele mooie dingen. Bedankt voor jullie sportieve deelname. We hebben genoten van alles wat we gezien hebben. Verschillende honden, verschillende rassen.